We zijn vandaag bij de tennisvereniging Bakken. Hier vindt vanaf 1 juli het Dutch Junior Open plaats. Een geweldig internationaal jeugdtennistoernooi. En we gaan vandaag spreken met Ronald van der Horst. Hij is sinds dit jaar de toernooidirecteur. We gaan vragen wat zich allemaal om dit toernooi afspeelt. We zitten hier op een nog heel rustig sportpark in Bakken, maar dat gaat over anderhalve week drastisch veranderen. Want dan is hier het Dutch Junior Open en ik zit hier met toernooidirecteur Ronald van der Horst. Ronald, dat gaat een spektakel worden. Ja, het is uniek dat in Castricum een wereldtoernooi van dit kaliber hier is. En dat dat al jaren is en dat hopen we eigenlijk voor te zetten en over anderhalve week is het weer. Ja, want er komt heel wat volk hier naartoe. Het toernooi vond zijn oorsprong volgens mij in 1956. En toen heette het nog anders, hè? Ja, toen heette het WE van Keken toernooi. Dat was eigenlijk de spil in bij T.C. Bakken. Die had ook een hele mooie stoel waar hij met z'n tweeën op kon zitten. En naar hem is dat toernooi vernoemd. Eerst was het een clubtoernooi. En dat is vanuit regionaal, is het nationaal, internationaal geworden. En het is nu al jaren, is het de internationale kampioenschap van Nederland. Ja, het is geweldig dat zoveel jeugd hier naartoe komt. Waarom moet je hier zijn als jeugdspeler en hoe kom je hier? Ja, dit is eigenlijk de stap die je moet maken om daarna eigenlijk naar de Grand Slams toe te gaan. Dit zit er nog net ietsje onder. Wij zijn in grade 2. Dan heb je nog 1. En daarna heb je alleen maar de Grand Slams eigenlijk. Ja, want ik heb begrepen dat dit een toernooi is wat zelfs bij de top 25 van de wereld behoort, hè? In deze categorie. Klopt. Dus dit niveau is voor jonge spelers rond de 15 jaar is dit de opstart om daarna verder te komen. Zeker bij de meisjes, dan zijn 15-jarigen, die gaan dan een sprongetje maken zo rond de 16, 17. En dan gaan ze over al naar de damestennis. Dus dan moeten ze het nu hier maken. Als je nou kijkt naar zo'n toernooi, hè, want jij bent nu toernooidirecteur geworden. Wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n toernooi? Ja, het is eigenlijk een gigantische organisatie. En het leuke is van dit bij Bakken, dat het een clubgebeuren is. Dus eigenlijk alle commissies worden bemand met clubleden. Dus er is een binding en het is ook weer een groot geheel wat je eigenlijk al maanden mee bezig bent om dit te organiseren. Ja, want er zijn volgens mij sommige mensen die al, ik weet niet hoe lang, verbonden zijn aan dit toernooi. Hè? Ja, dat klopt. Dus is een trouwe groep. De wedstrijdleider zit er bijvoorbeeld al 10 jaar, dat is toevallig mijn zoon. Maar zo zijn er eigenlijk meerdere die heel trouw in de organisatie zitten. Wat dit jaar eigenlijk weer, net zoals vorig jaar kan, dat is inkwartiering of hospitality. Dus we hebben pleeggezinnen en dat was eigenlijk... Waarom het toernooi vroeger uniek was. Juist de spelers, de topspelers, Monfils, die hier gewoon bij Castricum zijn gezin ingekwartierd werden. En dat mocht een tijdje niet, maar vorig jaar weer wel. En daar zijn we onwijs blij mee, want daardoor leeft het ook binnen de vereniging. Maar het is zo, heb ik begrepen, dat gastgezinnen, jullie hebben ze nog steeds nodig, hè? Ja, we hadden bijna voldoende, maar dat is toch iets met wat afzeggingen. Dus we hebben nog... gastgezinnen nog steeds nodig. Dus je kan je nog aanmelding bij de housing van Dutch Junior Open. Ja, en dan kom ik eigenlijk bij jouw persoontje, want je bent nu voor het eerst toernooidirecteur geworden. En volgens mij heb jij vroeger als kleine jongen heb je hier al gespeeld, klopt dat? Als 16-jarig ben ik eigenlijk hier, toen was het nog iets meer regionaal, heb ik gespeeld. Daarna heb ik nog gespeeld in een avond... toernooi met topspelers vanuit het dagtoernooi die ook 's avonds speelden om meer publiek te trekken. Dus mijn wens is ook dit jaar dat we veel publiek gaan trekken met avondwedstrijden, want dat heeft een aparte sfeer. Ja, want als we het over de avondwedstrijden hebben, hoe ziet het programma eruit? Nou, eigenlijk overdag speel je voornamelijk de singles, want de spelers willen eigenlijk allemaal eerst singelen en daarna dubbelen. Het unieke bij de jeugd is eigenlijk dat de ranglijst bepaald wordt door enerzijds de enkelspel en voor 20% van de punten die je in het dubbelspel haalt. Dus het is van belang dat als je ongeveer gelijk bent, dat je ook dubbel resultaten hebt. De beste 6 resultaten tellen. Dus iedereen is super gemotiveerd om ook te gaan dubbelen. En dat brengt mij nog even op waar ik het al eerder over had. Hoe
kom je op dit toernooi? Is dat nou een open inschrijving of moet je je daarvoor kwalificeren? Nee, eigenlijk zijn het alleen maar spelers die op de wereldranglijst staan. We hebben dit jaar uniek. Er is een speelster die vorig jaar in de finale stond, die dit jaar weer, maar die staat wel 30 van de wereld. Die zou eigenlijk naar een grastoernooi Roehampton als voorbereiding op Wimbledon kunnen gaan. Maar die kiest, misschien wel omdat het pleeggezin vorig jaar heel erg leuk was, die kiest weer voor Bakken. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk. Ja, en want jij hebt over die pleeggezinnen gesproken. Ik zag een prachtig verhaal van de familie Beentjes volgens mij, die, ja. die gastgezin zijn geweest. En die volgens mij heeft het ABN AMRO een soort meet and greet hadden aangevraagd bij de desbetreffende speler. Hè? Weet je nog wie dat was? Ja, dat is wel Monfils is dat geweest. Dus ja, dat is het leuke, dat de goede relaties in de jarenlang nog steeds blijven, ook al zijn spelers bij de wereldtop. Dan krijg je die hele week. Er zit nog veel meer omheen, hè, om dat tennis. Hè? Dat is volgens mij elke avond wel iets anders, had ik begrepen. Of zie ik dat verkeerd? Ja, we hebben nog een hele leuke avond met Hans Laduc. Die heeft een tennisrecord omgebouwd als gitaar. Heel leuk om te horen. Een beetje easy listening, een beetje Sting, een beetje Ed Sheeran. Dus dat is een leuke avond. Zijn Kids Day is er nog op woensdag. Er is nog een rood-oranje toernooi op de zaterdag. En s'avonds is er gewoon genieten van tennis. Tennis en misschien wel het WK voetbal. Hè? Op het grote scherm zag ik ook nog iets van staan. Ja, dan gaan we de kwartfinales. Daar moeten we ook naar kijken. Dan gaan we een beetje aankleden en dat gaan we mooi maken. Nou kan het natuurlijk zo zijn als je dit toernooi speelt dat je geconfronteerd wordt met slecht weer. Hoe los je dat dan op? Nou, in eerste instantie is het een gravel toernooi. Daar komen de spelers voor, dus je gaat het zo lang mogelijk uitstellen. Banen droog maken, wachten. En als het echt spaak loopt, dan kunnen we nog naar binnen. Dan kunnen we bij Arthur Hoornen binnen spelen. Maar we gaan echt proberen om zoveel mogelijk buiten of in gravel te spelen. Dan wordt het misschien wat later. Meestal willen spelers niet tot 10 uur, 11 uur spelen. Maar dat zal dan toch moeten. Ja, want dat zijn dingen waar je natuurlijk wel mee geconfronteerd kan worden. Over de spelers, speelsters gesproken. Wat zijn nou de grote namen uit het verleden? Die hebben hier allemaal gespeeld. De hele Nederlandse top heeft hier gespeeld. Hè? Elting, volgens mij. Krajicek. Ja. Ja, van de wereldtop. Nishikori heeft hier gespeeld. Maar die verloren eigenlijk al heel vroeg in het toernooi. Cilic, Monfils. Govin, 10 jaar terug, die staat ook in het programmablad eigenlijk als kopje om even te laten zien. Nummer 8 van de wereld, die 10 jaar terug was hij hier. Dus dat zijn eigenlijk onder andere wat topspelers. Leuk hoor, en ik denk eigenlijk een must voor elke tennisliefhebber. Ja, ik denk dat als je echt van goed tennis wil genieten, dan moet je hier zijn. Dat kan overdag, dat kan 's avonds. Maar alle spelers zijn door hun landen eigenlijk uitgezonden om hier te kunnen presteren. Dus dit zijn allemaal toekomstige toppers die je over 2-3 jaar al bij de mannen ziet of bij de vrouwen ziet. Ja, wanneer is het toernooi geslaagd? Het toernooi is geslaagd als er volop strijd is geweest, veel publiek is gekomen. Dat hoop ik echt, dat er veel mensen van Bakkum, TV Castricum, dat die hier naartoe komen, hele regio. We hebben een prachtig programmablad dat op de park is verspreid. Dus ik hoop eigenlijk dat we meer publiek gaan trekken. Flink slapen voor die tijd, want tijdens die week kom je weinig geslaapt. Dat klopt, maar het is onwijs leuk om met een grote ploeg van Bakkemers, van allemaal mensen die energie hebben, om er een heel mooi toernooi van te maken. En daar gaan we voor. Ik ben 20 jaar toernooidirecteur geweest van het Future toernooi in Alkmaar. En daar ben ik mee gestopt. Dat gaat komende week starten. Maar zij wilden eigenlijk geen programmablad meer uitgeven. En dat was eigenlijk altijd de basis. Dus ik mocht het meenemen naar het Dutch Junior Open. En dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Want ja, dan kan je iets achtergrondverhalen in kwijt. Iets over de pleeggezinnen, over het programma. Dus we hebben een heel mooi boek uitgegeven. En dat is verspreid hier in de regio. En bij heel veel gezinnen in Castricum. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje trots hoe we het gedaan hebben. Nicky Redelijk, die was hier vorig jaar, maar komt dit jaar weer. Uitslagen, Hall of Fame, zitten alle toppers, kan je zien. Dus het is ook een must om hier te komen om het programma wat mee te nemen. Een collectors item, hè? Zonder meer.
Je ziet het, Dutch Junior Open, gesproken met Ronald van der Horst. En ja, we kunnen eigenlijk maar één conclusie trekken. In de week van 1 juli is het gewoon een must om naar Bakken te komen. Om een geweldig tennis, geweldig jeugdtennis te zien. Dat zijn de toppers echt van de toekomst. Dus ik zou zeggen, komen.